Ik heb zelf op de coronaafdeling gewerkt en ja, het was gewoon heel heftig. En toen is het idee ontstaan om er iets meer mee te doen. En iets meer is een schilderij met collega's? Ja, samen sterk. Dan ook samen sterk. En dan van alle lagen in het ziekenhuis iemand erop. Van arts tot voedingsassistenten. En waarom wilde je dat zo graag doen? Omdat ik iets extra's wilde doen. Nou ja, en schilderen is mijn passie, dus ja, dat kan ik dan het beste doen. Maar iets extra's, wat wil je ermee tot uiting brengen? Ja, eigenlijk ook een bedankje aan iedereen, want iedereen heeft zich volledig ingezet in de coronatijd. En nog, maar ja, maar die coronatijd was gewoon wel heel heftig voor iedereen. Ja. Ik heb altijd gezegd, als ik klaar ben met schilderij, dan is het klaar met corona. Dus ik zit in de goede richting. Ik ben er zelf wel tevreden over. Hoewel je altijd wel zoiets hebt van, oh, dit nog en dat nog. En, maar ik ben gewoon, ik ben er afgebleven, het is goed zo. Het is klaar, ik ben klaar met corona. De spanning die je voelt, je vergeleek het met je trouwdag. Ja, dat klopt. Dezelfde spanning lijkt het wel, ja. Zo'n spannend gevoel. Het is toch best wel, ik ben het niet gewend natuurlijk ook niet, hè. Dus ja, ik vind het heel spannend. Ik hoef ze het allemaal heel mooi vinden. Ja, maar daar ben ik eigenlijk niet zo heel bang voor, maar het is toch spannend.